Met Damstee Advocaten. Ja, Twens is beschermd door Europese afspraken. Dat is mooi, maar wat betekent dat eigenlijk? Dat vraagt de al ambassadeur Skiti Nimmert zich af. Bestuurs advocaat Brand Peters die gaat zijn licht schijnen op de zaken. Dus gaat het iets anders doen dan we normaal uh, gewend zijn. Uh, want, uh, um, nou ja, allereerst, welkom aan, aan beiden. En uh, Skiti, ik begin even bij jou. Want. Jij je maakt je druk hè, om het behoud van het Neder-Saxisch. Dat is dan de taal waar het Twents weer een dialect in vormt. En uh, begrijp ik begrijp je, jij vindt min of meer dat Nederland zich niet aan bepaalde afspraken houdt die op Europees niveau zijn gemaakt? Het is niet enkel mijn mening, dat is de bevinding van het comité van experts van de Raad van Europa. Want in, in de afgelopen evaluatiecyclus uh, hebben ze gekeken in hoeverre Nederland zich uh, aan het handvest houdt. En voor de Neder-Saxis specifiek uh, blijkt het dus dat er bepaalde punten zijn waar Nederland dus niet aan voldoet. Bijvoorbeeld uh, dat, het, uh, dat Nederland zich moet inzetten dat het aanwezig is in alle lagen van het onderwijs. Mm -hmm. dat, dat staat in, in een Europese afspraak. Het uh, Europese Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden. Daarin staat volgens jou... ...Neder-Saxies moeten aanwezig zijn in alle lagen van het onderwijs. Ja, het moet kan, gedoseerd worden. Ik kan het specifieke artikel noemen. 7.1.f uh, uh, van het handvest, onderdeel 2. Ja. Uh, the provision of appropriate forms and means... ...for the teaching and study of regional and minority languages... And ...at all appropriate stages. Mm -hmm, Oké. Okay. En, 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 en wat is het beleid? Ja, ik kan het bijna wel, wel, wel zelf beantwoorden. Want ik heb nooit Neder-Saxies geleerd op school, maar... Wat gebeurt er daadwerkelijk in Nederland? Uh, de wet en regelgeving verhindert niet dat het wordt gegeven in het onderwijs. En de uh, overheid is aan het praten met de provincies over de voordelen van tweetaligheid. Maar er wordt niet gewerkt aan een doorlopende leerlijn, voor zover ik weet. Ja. En er uh, uh, wordt ook geen strategie voorbereid om het daadwerkelijk binnen alle lagen van het onderwijs uh, te faciliteren. Want ja. er bestaan bijvoorbeeld ook geen bachelors en je kan geen docentenopleiding doen. Dat, dat is er gewoon niet. Ja, Ik begrijp ook dat de, de, de overheid, de Rijksoverheid, de minister eigenlijk zegt: van ja, in Nederland um, is elke school vrij om te doen wat hij wil. Dus hij mag uh, Nederlands of Twins uh, doseren. Uh, maar uh, wij kunnen dat niet verplichten. Wettelijk gezien kunnen we dat zelfs niet verplichten. Het is ook moeilijk als de middelen er niet zijn. Als er als, uh, geen docentenopleidingen zijn, kunnen, kan, is professionalisering ook een groot probleem. Ja. Maar goed, tegelijkertijd wordt er wel gezegd door de minister. Wij, wij um, uh, stimuleren wel via uh, de provincie, probeert wel te stimuleren. dat er uh, streektaalonderwijs is. Ja, maar of het genoeg gaat zijn, dat is nog maar de vraag. Ja, ja. nou, nou is er, hebben we een bestuursrechtadvocaat aan tafel, Brand Peters, ook welkom. Dank je wel. Want Skitty, jij, jij hebt een aantal vragen, en die gaan ook een beetje over. Um, wat, wat betekent het nou als een land als Nederland zich niet aan Europese afspraken houdt? Hè? Kun je eens voorleggen van wat, is, wat is je vraag min of meer? Uh, eerste vraag is uh, welke uh, rechtsinstrumenten zouden individuen kunnen gebruiken om de overheid uh, aansprakelijk te stellen voor het niet naleven van deze Europese afspraken? Ja, dat zijn, uh, dat zijn mooie vragen. Um, ik moet zeggen, ik moet er ook even induiken. Uh, het is ook niet als je, als je bestuursrechtadvocaat bent en je krijgt te maken met een handvest regionale talen dat je direct een belletje begint te rinkelen um, maar het, het is in dit handvest is het wel um, spelen een paar interessante dingen um, ten eerste is het sowieso interessant dat een handvest in principe uh, juridisch bindend is EU-recht speelt gewoon in Nederland um, gaat zelfs voor op het nationale recht dus je moet als uh, Nederlandse rechter moet je gewoon toetsen aan dit aan dit handvest um, maar wat is er nou in dit handvest gebeurd Um, in dit handvest kent eigenlijk twee beschermingsregimes. En um, je hebt een minder vergaand beschermingsregime. Dat wordt in het handvest ook wel deel 2 genoemd. En je hebt een verdergaand beschermingsregime. En dat is deel 3. En um, deel 2, daar speelt het neder Dus dat zul je ook weten. Um, en deel 3 uh, speelt bijvoorbeeld de Friese taal. Mm -hmm. En um, het is wel van belang dat in dit handvest... Um, voor dat deel 2... Voor die deel 2-talen, waaronder dus het Neder-Saxisch. Um, dat daar doelstellingen en beginselen voor opgenomen zijn. In artikel 7 is dat, dat artikel noemde je ook. Um, dus dat zijn vrij open normen, minder concreet uh, dan bijvoorbeeld bij die deel 3-talen, waar dus Fries onderdeel van is. Waar bijvoorbeeld heel concreet zegt dat je bij de rechter in Friesland in het Fries moet kunnen procederen. Hele concrete maatregelen uh, waren een. een Verdragspartij zoals Nederland daarna moet voldoen. Mm -hmm. uh, voor het Fries. Uh, en die concrete maatregelen. die gelden niet voor die deel 2 landen. Dus dat zijn, zoals ik al zei. Zijn meer ambities, doelstellingen, beginselen. zo wordt het ook genoemd in het handvest. Een um, onderdeel daarvan is, is. ook dat je bijvoorbeeld passend onderwijs moet bieden. in het Neder-Saxisch. Um, dus als je daarmee naar de rechter zou stappen. en zegt. hé hey, Nederland. jij voldoet niet aan die verplichting. in dat handvest. dan. Ga ik, of dan denk ik niet dat een rechter zo snel zal oordelen dat er wordt gehandeld in strijd met dat handvest, omdat het hele open normen zijn. Um, dat is bijvoorbeeld anders dan bij een hele concrete maatregel ten aanzien van het Vries. Want dan kun je als rechter heel concreet beoordelen, hier wordt in strijd gehandeld. En dat speelt bij dat Neder-Saxisch minder. Alleen ja, ik moet daar wel de opmerking bij maken dat ik ook in onze database en in de jurisprudentie heb ge gekeken. En um, dat ik zie dat er niet eerder is geprocedeerd over zo'n vraag. Um, dus daar moet ik wel een slag om de arm houden. Dat je natuurlijk nooit weet hoe de rechter hierover zal oordelen. Ja, ja. Um, maar mijn eerste reactie zou zijn: Dit zijn zulke open normen. dat een rechter niet zo snel zou oordelen. dat een verdragspartij in strijd handelt met die norm. Ja. Dus als ik het zou mogen samenvatten: We hebben een Europese afspraak. Die is volgens mij ergens in eind jaren negentig. Heeft Nederland ook zijn handtekening daaronder gezet? Dat noemen we een handvest. Daarin staan afspraken over hoe die handtekenaars, uh, waaronder Nederland... zich moeten houden aan de, aan de, aan de, aan de, aan de behoud van de van Maar die, die zijn zo open geformuleerd daarin... dat als je daarmee naar de rechter zou gaan, dat, maar de vraag is... of die rechter daar echt o, o, iets, een harde, iets hards mee kan... Om, ja. omdat hij niet wil gaan invullen. Ja. ja, kijk, ik kan een voorbeeld geven. Um, wat ik net vertelde ook over dat Fries... Kijk, er staan die maatregelen die in het handvest staan voor die deel 3 uh, landen, of die deel 3-talen. Uh, daar staat bijvoorbeeld de, wat ik net al zei, dat je moet procederen in het Fries. Dat dat moet kunnen. Kijk, dat is een hele concrete maatregel waar een rechter aan kan toetsen. Ik weet toevallig dat in de algemene wet bestuursrecht, waar allemaal wetten in staan over het procederen bij de bestuursrechter, dat er staat van je moet uh, in de voertaal in de procedure is Nederlands. En dan is er ook een lid 2 toegevoegd. Maar je kan in Friesland kun je ook procederen in het Fries. En als de Neder-Saxische taal nou ook zo'n beschermde taal was... en die maatregel was niet opgenomen... Dat je ook in het dan kun je als rechter heel makkelijk zeggen van... Hey, de staat handelt in strijd met het verdrag... Mm -hmm. omdat die bescherming er moet zijn en die is er niet. Ja. Alleen nu is dat niet het geval, omdat die Neder-Saxische taal die Is minder beschermd omdat er veel meer open normen zijn, ja, ja. dus daar zit dat verschil. Jij noemde Skitty een, 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 een echt een specifiek artikel hè, in dat handvest ja. waarvan je zegt: Ja, ik zie hè, dat onderwijs niet gebeuren. Hoe is dat dan geformuleerd in zo'n wat zei je net? Want je, je wist het uit je hoofd bijna op of in, in, in het Nederlands? Kun je met in Nederlands of is dat lastig? Dat, dat vind ik heel erg lastig. Oké, okay, maar, maar in eigen woorden dan uh, de. Verlening van uh, appropriate, ja, appropriate forms and means. Uh, van vormen en middelen voor het uh, bestuderen en het uh, doseren oh. van het Nederlandse of uh, regionale minderheidstalen in het algemeen. Ja. op alle, in daarvoor, uh, op alle in daarvoor in aanmerking komende onderwijslagen. Maar zit daar een woord in dat wat jou betreft wel meer een bindende taal heeft? In dat opzicht? Uh, je kan je afvragen of. Het is inderdaad best wel vaag geformuleerd, maar aan de andere kant als je in het rapport zelf kijkt, de, uh, het comité van experts is wel degelijk van mening dat Nederland zich niet aan het lid houdt. Ja, nou, dat is ook een interessante. Hè, want de, de, we hebben dus even dat handvest waarvan Brand net ook even uitlegt van wat staat daar ongeveer in. En dat wordt iedere zoveel tijd wordt dat dan uh, geëvalueerd door een comité. Dat comité bedoel je? Um, het zevende evaluatierapport ligt er. Mm -hmm. nou, en, en daarin uh, uh, nou ja, staat een en ander van hoe, hoe doet Nederland het? En de, de Rijksoverheid die reageert daar weer op. Ja. Um, en, en wat jou betreft zegt, uh, zegt dan dat, dat rapport zegt... Nederland doet het, die houdt zich niet aan afspraken. Ja, dat is, uh, dat is wat erin staat. En de aanbevelingen die worden gedaan is... Uh, uh, een van de aanbevelingen is bijvoorbeeld... dat Nederland een strategie moet ontwikkelen... om uh, uh, de aanwezigheid van de neder saksen en het Limburgs... binnen alle lagen van het onderwijs te garanderen. Ja, dat staat in uh, de, de reactie van de minister. Maar ja. toen Brand Peters je hebt dat ook als bestuursadvocaat... even onder de loep genomen en ook het... Uh, nou ja, het stuk waarop gereageerd wordt. Ja. ja, ik kon ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik kon die, die, die aanbevelingen niet zo snel, snel terugvinden in dat rapport. Um, ik heb wel gezien dat uh, in dat rapport van het, van het Europese comité. dat er inderdaad uh, wordt geconstateerd dat er bijvoorbeeld in het, in het hoger onderwijs. Um, ja, dat je eigenlijk heel moeilijk de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld nederzettings te studeren. Um, die negen aanbevelingen die vond ik minder snel terug. Um, alleen die zag ik inderdaad wel in die, in die reactie. Um, alleen ja, daarin zie je ook dat. Kijk, het, het is slechts een aanbeveling. Het is alle, het, ja, we hadden het er al over. Het is, het is boterzacht. Het is, uh, kijk, als, 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 als advocaat word je blij van, van harde normen, uh, concrete dingen. Kijk, als we hier in Friesland zaten, dan ging, uh, ging mijn hart sneller kloppen. Want dan dacht ik, we hebben concrete maatregelen waar we wat aan kunnen doen. Um, en dat is, dat is in dit geval iets minder. Um, en, en ook, we hadden het ook over de, dat, dat in 2018 is er ook een convenant is er, is er getekend tussen de provincie en de minister. Waarin nogmaals werd benadrukt: van ja, we erkennen het Nederlandse dus Het is belangrijk dat we daar van alles aan kunnen doen. Alleen, ja, ondertussen, het is heel de, de, de staat vindt het allemaal heel belangrijk. Maar er wordt wel in dat convenant, zie ik wel twee of drie keer staan: van ja, dit is niet in rechten afdwingbaar. Um, dus ja, als jij bij mij zou komen voor advies. Dan zal ik, als er in het convenant staat, is niet rechten afdwingbaar. zal ik je niet zo snel uh, adviseren om daarmee naar de rechter te stappen. Um, dus, dus in dat opzicht ja, heb je vooral te maken met beleidsaspecten. En is het voor is het wel moeilijk om aan zo'n convenant of aan die, die, aan die bevindingen, die, die aanbevelingen van het Europees Comité. om daar echt concrete handvatten uh, uit, te, uit te halen. Dit is geen uh, soothing reactie, denk ik, voor jou. Het is echt geen, niet voldoende om te horen, lijkt ik, mij. Ik heb het idee dat, nou, dat heb ik zelf ook al, dat het gewoon de taak is van de politiek om dit op te pakken. Ja, juist. Om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat Nederland zich aan de afspraken houdt. Ja, want ja, dat, is, dat, dat blijft dan wel een beetje bij mij ook wel een beetje over. Dat ik denk van ja, gut, we maken dus afspraken op Europees niveau. De, uh, dat is al eind jaren negentig. Er is een mooi uh, convenant gesloten, een afspraak tussen minister en provincie Overijssel. En dat zijn mooie woorden, maar aan het einde van de dag zijn ze niet. Um, kun je de, de rechter niet mee om de oren slaan? Wat, de blijft er blijft een beetje over. Wat, 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 ja, wat betekent ja. het dan? Wat is het dan waard? Nee, ben ik het mee eens. Alleen um, het is ook niet dat de, dat de Nederlandse staat het verplicht of iets dergelijks. Um, dus het is ook. Ik, ik zou ook vooral uh, bijvoorbeeld scholen oproepen. Kijk, je, je wordt nergens door tegengehouden. En klopt wel qua middelen en dergelijke, maar dus er zijn ook wel subsidies beschikbaar. En ik zou zelf, vooral zeggen: als je belang, ga ermee aan de slag. En uh, dus, dus aan de ene kant ben ik het daarmee eens, maar aan de andere kant uh, denk ik ook van ja, uh, die verantwoordelijkheid ligt ook bij scholen om, om maar gewoon aan de slag te gaan. Maar dat kan in principe altijd dan, toch? Wat, wat betekent dan, wat geeft een convenant of een Europees handvest in dit geval, of, eh, die, die de Nederlandse acties erkent en zegt: behoud het, cultiveer het. Wat geeft dat voor extra body aan zo'n. Um, nou ja. Ja, ik, ik denk dat het vooral een stuk erkenning is. Uh, toch ook wel een, symbool, een symboolfunctie van ja, wij, wij vinden het heel belangrijk. Um, maar als er in een convenant uh, zo nadrukkelijk wordt benadrukt, uh, benadrukt dat het niet in rechten afdwingbaar is, uh, dan is het vooral een, een inkleuring van de, van de juridische toekomst of uh, van de politieke toekomst. Wat vinden we belangrijk? Wat gaan we belangrijk vinden? Ja. Um, dan dat je hier echt mee naar de rechter moet. Uh, want juridisch heb je niet veel in handen. Alleen je hebt politiek wel... Uh, ja, er moet gewoon politiek... Uh, moet er wat gebeuren. Ja, ja nou goed, dat moeten beleidsmakers zich dan druk om gaan maken. Dat, dat gebeurt uh, inmiddels in Twente deze week. Hè? Ook naar aanleiding... We uh, hebben dit gesprek ook naar aanleiding... dat er vandaag gesproken wordt over het evaluatierapport... in uh, de Tweede Kamer, schriftelijk dan wel. Maar uh, in, uh, zowel in Oldenzaal als in... Uh, Dinkeland is nu een, een unanieme motie aangenomen van hey laten we de twente gemeente oproepen om samen, uh, misschien wel met een hooivork, uh, ik weet het niet, maar in ieder geval richting Overijssel en richting het Rijk te gaan voor 500.000 euro en meldpunten waar mensen aan de slag kunnen van hé, heb uh, je ideeën hebt, dan krijg je geld en zo vind je. Is dat een goede ontwikkeling? Ik vind het een mooie stap. In de motie staat dat... Uh... Dat er 500.000 euro vrijgemaakt moet worden vanuit het Rijk naar de provincie overijs. Of in ieder geval als het verzoek. Om ervoor te zorgen dat er zowel in Twente als in Zaland een meldpunt komt. Voor mensen die ideeën willen aanleveren. van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de, de neder-Saxische taal kunnen beschermen en bevorderen. Mm -hmm. Mag ik iets aandragen? Zeker. Um... Je kan ook uh, natuurlijk alles in werking proberen te stellen om uh, de Neder-Saxische taal een deel 3-bescherming uh, uh, te bieden. Daar ben ik ook voorstander van. Kijk, en, en dan kom je natuurlijk, kijk, dat is meer de juridische. Uh, dan kom je in een juridisch hele andere wereld. dan waar je nu in bevindt als Neder-Saxische ja. taal zijnde. Ja. Uh, en dan kun je bijvoorbeeld, kijk, als, als je als gemeente dat aan is aandragen, of als provincie bij, bij Nederland. En, en dat Nederland als verdragspartij dat ook ziet zitten. Dan moet je als Nederland maar naar de uh, Raad van Europa stappen. En zeggen wij uh, vinden dat, dat Neder-Saxische taal uh, ook een deel 3 bescherming moet krijgen. Net als Friesland. En ook veel structurelere oplossing. Ja, en dan komt de ja, juridisch, komt de wereld er heel anders uit te zien. Ik heb een probleem bij kijken. Want uh, ja. dat hebben ze al geprobeerd in 2012. En toen was de constatering dat. Uh, het beleid van de decentrale overheden niet uh, toereikend zou zijn voor een deel 3-erkenning, want Nederland heeft geregeld, uh, van, uh, voor de talen die onder deel 2 zijn erkend, gaan we in principe geen landelijk beleid voeren. Okay. En het probleem is, uh, sommige domeinen die uh, onder het handvest vallen, zoals onderwijs, uh, liggen voornamelijk in de competentie van de nationale overheid. Ja. Als er daar geen beleidsverandering komt, is het lastig om het op termijn de onder deel 3 te laten erkennen. Maar aan de andere kant... Als er niet onder deel 3 wordt erkend, dan komt er ook geen beleidsverandering. Dus zo blijf je maar een beetje in cirkels ja. rondgaan. En ik word er helemaal gek van. Ja. <lacht> 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 Waarom eigenlijk, Skitty? Waarom Want, maak je zo druk om? Omdat uh, voor mij is het ook een beetje een, uh, de, de, de manier waarop de verantwoordelijkheid wordt verdeeld. voor de implementatie van het handvest. Want de rijksoverheid schuift het een beetje af op de decentrale overheden. die vervolgens niet de middelen hebben. of de capaciteit om het daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En dan het is het is een hele lastige situatie. Ja, ja. Het is ook een principe-kwestie voor je, geloof het is, ik. Hè? het is een beetje een principe. Kwestie. Ja, ja, nou ja, goed. Uiteindelijk is de, de, het verschil eigenlijk, of de. Het verschil van, tussen hoe er met Fries wordt omgegaan en neder in dit geval, is ook wel een, een, een nou ja, grond waardoor, of een reden waarom de mensen in Olderzaal en Dinkeland zich druk maken. Want onlangs is er 18 miljoen vanuit het Rijk naar het Fries gegaan. Ja, dat zal dan ook zijn, brand omdat uh, de minister ook wel weet dat er wat stevigere wetten ja. onder dat Fries liggen. Tuurlijk. Tuurlijk. Er, is veel meer, er zijn veel meer middelen nodig om het beschermingsregime voor het Fries te halen. dan om het beschermingsregime uh, van het Nederlandse Acties uh, te halen. Ja. Omdat dat beschermingsregime gewoon veel lager is. Maar het lijkt mij wel leuk dat, ik in, dat, we, dat we vervolgens in de Twents uh, in Almelo in de rechtbank uh, kunnen procederen. Ja, ja. ja. Maar. Uh, maar ja, kijk, uiteindelijk is het op die manier, is het allemaal te verklaren. Maar het is vooral, wil je hier wat in veranderen, uh, zal ik je niet adviseren om naar de, de Nederlandse rechter te stappen. Wat natuurlijk wel kan, want, de, want er is nog nooit over geprojecteerd, dus je moet het altijd zien. Uh, uh, maar het, het is vooral een politieke uh, politiek, uh, verandering. Ja, en dan uh, geen pleisters van 500.000 euro en meldpunten plakken, maar gewoon uh, hup naar uh, deel 3 met de Twins en het Nederlandse acties. Dat zou mooi zijn. Dus <laughs> ja. bij deze een oproep aan de formerende politieke partijen om uh, ermee aan de slag te gaan. Staat genoteerd. We geven het door aan uh, Geert Wilders en consorten. Skitty en Emmity en Brand Peters, dank jullie wel. En Brand, dat was jouw laatste bijdrage vanuit Damsdé hier. Dank je wel voor je hulp hier aan tafel.